Een hele goede middag allemaal. Yes, vandaag gaan wij Tesla onder de loep nemen. Want Tesla ligt toch wel een en ander op het vuur op dit moment. Maar ook de koers is inmiddels meer dan 75% gecorrigeerd. Is het klaar met Tesla? Is het over? Gaan wij nu een macro trend, bearish periode in? Of gaan we nog één push krijgen? Dit is wat je moet weten over het aandeel van Tesla. Wacht niet langer, blijf zitten. Duimpjes omhoog natuurlijk. Dan gaan we nu lekker beginnen. Yes. Aangekomen bij de laatste nieuwtjes van de afgelopen 24 uur van Tesla. Het zal je niet ontgaan zijn, maar aandelen Tesla 7% bij opening beurs. Nadat Elon Musk prijzen in China verder heeft verlaagd. Ook Model 3 is inmiddels een koopje voor Tesla. En zijn ze hierna massaal aan het dumpen? Wat is hier aan de hand? Ze gaan de prijsverlagingen doen. Je ziet hier ook in Nederland dat de aankopen van Tesla modellen fors aan het afnemen is. Ook de lease contracten op Tesla nemen fors af. Dus is het gedaan met het aandeel Tesla en Tesla zelf? Hoe ziet de technische analyse eruit? Dat is wat wij in deze video gaan bespreken. Niet het nieuws. Het nieuws is natuurlijk altijd voor mij een stukje, een extra factor. Zet je in de rug. Voor mij is alles TA. Goed, wil ik je even meenemen met het macro tijdframe, de weekly tijdframe. Om te kijken wat we precies hier kunnen zien. Nou, allereerst, dit is voor mij een wave 1. En natuurlijk baseer ik zoals gewoonlijk alles op de Elliott wave theorie. Dit is een wave 3, dit is een wave 4 en dit is een wave 5. En we weten wat er gebeurt na een W5. Dan zitten wij in een hele, hele grote correctie. Om je mee te nemen hoe dan de W5, wat er na de W5 gebeurt, neem ik graag mee. Maar de vraag is, zijn wij hier klaar of gaan we nog één push blow of top krijgen die dit gaat doen en dan dit gaat doen? Dat is nog een mogelijkheid, maar daarvoor moet een belangrijk level houden. Eerst wil ik je even meenemen in, wat als het dus nu klaar is. Hoe ziet het eruit? We zien hier 1, 2, 3, 4, 5 en dit is sinds 2011 in een uptrend. Dat betekent dat wij een uptrend hebben gezien van maar liefst 12 jaar. Ik wou zeggen 22 jaar, maar dat klopt niet. Kijk, als we een 1 tot 5 telling hebben gedaan, 1 tot 5 Elliott Wave, laat ik even zien wat daarna gebeurt. En dit is gewoon puur gebaseerd op Elliott Wave theorie en het TA. Kijk, dit is een prachtig voorbeeld. Je ziet hier een 1, 2, 3, 4, 5 omhoog. En in die Wave 5 zie je ook een 1, 2, 3, 4, 5. Afhankelijk of die 1, 2, 3, 4, 5 in de Wave 5 klaar is of niet, gaan we straks inzoomen. Maar je ziet wat daarna gebeurt. 1, 2, 3, 4, 5 op basis van een zigzagcorrectie naar beneden. En dan weer een ABC omhoog en dan weer een 1, 2, 3. Uiteindelijk eindigt deze C onder de 4. Als we dan weer eventjes teruggaan naar de grafiek. Zitten wij dus misschien nu in een ABC of in een 1, 2, 3, 4, 5. En dat betekent dat wij, dus dat is dan dit 1, 2, dit is je 3, dit wordt je 4, dit wordt je 5. Een belangrijke regel voor Elliott Wave. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij, dit is een 1, 2, 3, 4, 5, zegt dat dit een 1 is, dit is een 2, dit is een 3, dit een 4 en dit een 5. Het zou zomaar kunnen zijn dat we dit zien. Alleen ik ben niet heel erg blij met de telling die we hier zien, maar het zou wel mogen. Dat betekent dat we met Tesla nog één dikke vette pump gaan zien. Hiervoor wil ik heel even snel switchen naar het monthly tijdframe, want is dat vanaf hier mogelijk? Eigenlijk, als je kijkt naar monthly, niet helemaal overtuigd. Wil ik misschien even kijken naar 2 weken tijdframe. Is eigenlijk te ver uit elkaar. Dan denk je van, wat bedoel je dan? Ik zoek eigenlijk naar een heleboel divergentie hier tussen. Dus we maken op de RSI, op de RSI, maken we zowat een low. Een lower low. Terwijl de prijs, je ziet hem hier. Dus hij moet nog ietsje zakken. Terwijl de prijs dan een higher low zou maken. En dat zou zeker nog een reden kunnen zijn dat Tesla dit gaat doen. Zo. Dus dat zou betekenen dat Tesla nog niet klaar is. Maar
Als wij ervan uitgaan dat dit een wave 1 is, dan heb je dus dit als wave 2 bodem. Doe ik even de fiepen bij. Wat je nu ziet, is dat Tesla exact op de 0.5 fiep is gekomen. Die 0.5 Fibonacci level. En deze 0.5 Fibonacci level duidt er dus op dat het dus nog een wave 4 mag zijn. Dus dit is een 1, dit is een 2, dit is een 3, dit is een 4 en dit is een 5. Dus dat mag. Om die hidden bullish divergentie te activeren, moeten we eigenlijk iets lager. Maar dat zou dus de W4 invalideren. Dus, ik wil hem zo met je bespreken op basis van het monthly tijdframe. We kunnen het best een wikje eronder krijgen, misschien naar $90. Maar zolang wij een monthly of misschien zelfs een weekly closing gewoon boven die $100 zien, is er in mijn optiek nog niks aan de hand en zou het dus nog verder omhoog mogen gaan. Dit baseer ik echt op het hoge tijdframe. Mark my words. Dus technisch gezien zouden wij dus nog één push kunnen krijgen. Maar dan moet hij hier wel houden hoe het er nu uitziet. Nou, je ziet het. Hij staat nu op het weekly tijdframe. Ik ga even deze even uitzetten. Deze moet eigenlijk natuurlijk op supercycle zo. En die moet helemaal op. Even kijken. Grand supercycle. Grand supercycle. Zo. En dan zou je dus technisch gezien naar dit kunnen kijken. Dat betekent dat we een stijging gaan zien. Maar iedereen in de wal nog hangen. Ontslagen hier, ontslagen daar. Betekent, ja, zou het kunnen zijn dat we in een grote crisis zitten en dat het misschien dus al klaar is. En dat kan. Dit is alleen maar de bull count, wil ik zeggen. Want ik twijfel een beetje over deze hele telling. Wat nou als we de subtelling dus even weghalen en we gaan ervan uit dat de macrotelling hier dus al wel klaar is. Wanneer gebeurt dat? Nou, dat gebeurt eigenlijk wanneer we die $90 ongeveer verliezen. Want dan zitten wij niet hier in een ABC-correctie. Maar zitten wij al in een dikke vette impuls. En je ziet het, we zijn zelfs op de 2 extensie gekomen. Dus die kans is zeer aannemelijk. En dan haal ik die eventjes weg om verwarring te voorkomen. En dat betekent dus dat de top al in is. Dus we brengen letterlijk in deze video 2 analyses in kaart. Dat is dat als wij hier houden, zeker nog een potentie is om verder up te gaan. Maar als we hier zakken, dan is er zomaar een hele grote potentie dat je dus hier nu in een 3 zit. Dan hier een 4 gaat maken. En dan gewoon die dikke vette zelf gaat maken. Zo. En als we even de Elliott wave telling erbij pakken. Je ziet het. Die A die komt ongeveer hier met deze wave C. Hier in deze lijn. Nou, als we dat dan hier ook zo doen. Dus stel je voor we zien die cel of inderdaad. En het gaat, ja, geeft continuation. Dan krijg je daarna alsnog die ABC-correctie om alsnog hier rond die 180, 150 een exit te pakken. Mocht je erin zitten. Dus dan kan je hem alsnog op break-even sluiten of ietsje in winst of iets dergelijks. Vooral als je hier gaat adden. Nou goed, al met al, als we dus daarna dus in 2024 tot 25, 26 relief rally krijgen, gaan we vanaf daar alsnog down. En ja, dit laat letterlijk zien dat Tesla dus al echt in de gevarenzone komt. Hij is dus op een level gekomen. Hij staat nu op $113. Hij is dus op een level gekomen van do or die. En deze monthly hidden bullish divergentie zou eigenlijk een perfecte B-wave kunnen zijn. En dat zal dus die kunnen geven. Daarna alsnog die zo. En dan pas een nieuwe cycle. Dus de cycle waar we nu in zitten zou best wel een lange bear market cycle kunnen zijn. Als het hier klaar is. Het is hier klaar wanneer wij dus letterlijk om die 0.5 een closing zien op het wekelijks tijdframe of monthly tijdframe. Dan verwacht ik dat we verder continuation naar beneden gaan krijgen op Tesla richting $26. En dan denk je, hoe de fuck kan deze op $26 komen? Dat is vanaf hier nog een 75% correctie, terwijl we er al een 75% correctie achter de rug hebben. Dat betekent dat we vanaf hier dus nog een keer zo'n correctie kunnen krijgen. En eigenlijk vanaf all-time high zou dat een correctie zijn van 92%. En dan denk je, dit is insane. Dat is het ook. En dan hebben ze het over crypto en bitcoin. En oh, 80% correctie en dit en dat. En het is zo volatiel als wat. Kijk eens naar fucking Tesla. Als we het over bubbels hebben, is het wel dit. Dit is pas een bubbel. Dus wees erop voorbereid, dat is wat ik in deze video wil meegeven,
dat het dus inderdaad al voor nu aankomende 10, 20 jaar, tien jaar, einde verhaal kan zijn voor Tesla. En natuurlijk geen einde verhaal, maar dat we echt wel een beermarkt ingaan voor Tesla. En dat is echt iets wat je in je achterhoofd moet houden. Nogmaals, als we wel dit level weten te houden, dan is er nog potentie op één upside en zullen wij pas volgend jaar de bubbel zien barsten. Ergens in 2024, ergens in 2025. Het kan echt op deze manier. Alleen hiervoor moeten we toch nog flink wat positieve dingen zien in de markt. Want het hele opkoopprogramma, de rentes, al dat soort shit is gewoon gone. Dus het vertrouwen is daarmee ook beschadigd natuurlijk bij de particuliere belegger. En zal de particuliere belegger dan denken, hier is de bodem. Na 75% correctie. Dat durf ik je niet te zeggen. Dus vooral aankomende, als we het hebben over het wekelijks tijdperk, vooral aankomende 3-4 maanden is super belangrijk voor Tesla. Die er dus op zullen duiden dat wij nog één keer een cycle up gaan. Of dat de beermarkt voor zeker 10 jaar is aangebroken en verder kunnen corrigeren. Nou, deze video die we hebben gedaan voor Tesla was dus echt jou even om je scherp te stellen. Laat weten waar je naar moet kijken. Want ik ga natuurlijk geen financieel advies geven van je moet er nu instappen, want we gaan nog een cycle. Nee, ik weet het ook niet. En dat is de reden waarom ik trader ben. Omdat je dan gewoon scherp erbovenop blijft en elke dag weer kijkt. Hoe gaat het met de ontwikkelingen op TA-gebied? Maar misschien zelfs nu ook op economisch gebied. Nu we al deze nieuwsfeitjes hebben gezien die we hier hadden meegekeken. Dat je dus nu eigenlijk ziet dat Tesla letterlijk zijn prijs aan het verlagen is. Zijn ze nu een cash cow model aan het toepassen? Dus het uitmelken van een product. Zo ja, dan verwacht ik zeker dat het top 1 is. en blijft Tesla, om zo maar te zeggen, ook qua afzetcijfers, blijft dat afnemen. Zal dat natuurlijk ook niet goed zijn voor de Tesla aandeel. Want dat betekent dat het vertrouwen wegraakt. Natuurlijk weten we ook dat de concurrentie van Tesla op dit moment knijterhard aan het vechten is voor een plek in de elektrische automarkt, om zo maar even te noemen. Hybride auto's. Denk bijvoorbeeld aan NIO, onze Chinese concurrent die we hier hebben. Waar ik eigenlijk best wel gek van ben. Die dan 30 keer zo klein is als Tesla als we het hebben over market cap. Ja, dat zou betekenen dat dus wanneer Tesla wegvalt, die kleinere opkomende spelers, of misschien zelfs van Volkswagen, of weet ik veel wat voor elektrische auto's, misschien de plek van Tesla gaan innemen. Wanneer er natuurlijk ook kwalitatieve modellen op de markt wordt gebracht. Want ook Tesla is super, super deluxe, maar heeft natuurlijk ook hier en daar wat haken en ogen. Goed, dit was even mijn video voor Tesla. Mocht je het leuk en interessant vinden, duimpje omhoog, adverteer. En laat me in de comments weten welke aandeel of cryptocurrency ik even moet gaan ontleden op basis van TH. Let me know, drop het in de comments en dan wens ik jou een heel fijn weekend toe. Het beste voor het beste en ciao, ciao.